Heb je een flesje opgedronken? Leeg gedronken. Hallo, goedemorgen. Het is woensdag en we beginnen de dag met een ratslag. Maar Jola is al op school. Wow. Oh my god. Ah, Bart is mijn reddende engel vandaag. Want ik was vannacht... Altijd. Nee, vandaag. Nee, vandaag. Want ik was om 3 uur vannacht wakker en ik kon ineens niet meer slapen. Ik heb dat echt nooit. Zo. Maar volgens mij, ik heb het nog 5 uur zien worden. Ik dacht bijna, ik geef het op. Ik ga er gewoon uit. Ik maak er een hele week dag van. En oh, je was echt aan het schreeuwen, schat. Bart! Ja, weet je wat ik droomde? Heb ik nog niet verteld, hè? Nou, dit keer ging je niet vreemd, dus dat was het niet. Oh, en ik liep ook niet naakt. Nee, ik was ergens in een huis of zo, heel vaag. En daar waren we. En toen zei er een man van, ja, er loopt hier een tijger los. En toen zei ik, wat? En toen pakte ik Jola zo heel hoog. En toen kon die tijger achter Jola en mij aan rennen. En toen ging ik met Jola in mijn armen zo rennen. En toen gingen jullie niet helpen of zo, was heel vaag. En toen op een gegeven moment was ik bij een soort... plek in het huis waar ik omhoog kon en toen ging ik heel hoog klimmen met Jola zo in mijn handen en toen keek ik naar beneden en toen kon die tijger net niet bij ons. Oké. En daar was stomme tijger. Ja. En toen net was ze weer aan het schreeuwen. Nou, die raakte helemaal in paniek. Dexy, die ging de tuin in en die komt teruglopen met iets in zijn bek en die begint het op te eten in zijn hokje. Dus Dies die gaat kijken. En die trekt zo zijn mandje uit zijn hokje. Ah! Oh my god, wat is dit? Wat is dit? Oh my god. Ik dacht gewoon een dode muis of zo. Ja, en ze in ieder geval voor groot beest of zo. Bleek het een aangebrande hamburger te zijn. Van de barbecue van de barbecue zaterdag. Barbecue van zaterdag. Die lag nog ergens achter een tafeltje of zo. Oké, nou, nu zijn we dus echt zeker 3 minuten verder, schat. Dus die test die heeft nu weer uitslag hier waarschijnlijk. Oh. Oh ja. Er is een rondje. Dat betekent dat ik niet vruchtbaar ben vandaag. Nog niet. Het is vandaag woensdag, dus ik ga iets leuks doen met Jola en een vriendinnetje. En we gaan lekker naar het Amsterdamse bos, naar de geitenboerderij. En misschien nog meer doen daar. Dat gaan we nog wel zien. En zijn we er klaar voor? Ja. We gaan erheen. Heb je al gezegd wat het is? Nee, niet zeggen. Ik hoor het niet. Wil je het nog steeds niet weten? Nee. Ik wil, als ik er naartoe ga, wil ik het pas weten. Oh, dus als je het ziet. Gaan we niet zeggen wat het is? Ja, we gaan zeggen wat het is. Oké, zeg jij? Nee, zeg jij het maar. We gaan naar een boerderij. Doe een boerderij. Ik denk dat het heel saai is. Zo heel saai. Nog even. Maar we mogen geitjes melk geven. De hele tijd zo rondlopen? Ja, toch niet. Ja, de hele tijd. Deze, ze gaat aan je haar eten. Oh no! Oh nee! Maxine! Hé, hey, wat doe jij nou? Hé hey, joh. Wil jij drinken? Hé hey, joh. Hé, hey, dat is mijn Michael Kors tas. Lekker. Mama, hij is dorst. Nog niet zo goed. Ja, ik zie het. Oh. Heb je een flesje opgedronken? Leeg gedronken. Oh ja, leeg. Sorry. Wordt opgegeten. Nee. En ik word gewoon door mijn eigen dochter gecorrigeerd. Salut. Zo, nou, we hebben maar even een ijsje gehaald, want Jola is zo hard gevallen, schatje. Oh no!
vriendinnetje afgezet. En nu snel naar huis om te eten, joh. En het eten is klaar. Vandaag eten we quinoa met een vega burger met champignon en paprika en een saladetje. Had ik al verteld aan jullie hoe lekker die waren geworden? Die hadden we maandag gemaakt. Dus in de vlog van maandag kun je zien hoe we ze maken. Maar proeven gewoon echt naar smoothie. Ze zijn zo lekker. En vet gezond ook nog, hè? Echt helemaal niks aan toegevoegd wat slecht is. Gewoon echt super healthy ijsje en super lekker zoet. Echt. Ik ga er zo nog eentje aan Bart geven. Kijken wat hij ervan vindt. Bart is eindelijk terug van sporten. En wat vind je? Ik vind het wel lekker. Je ziet er heel veel smaak aan. Nou, dat is niet waar. Hier zit echt veel meer smaak aan dan de vorige keer. Jij vindt dat. Ik vind dat het veel. Mijn mening is dat het niet zoveel smaak meer heeft. Maar ik vind het wel lekker. En voor... Hij zit echt wel veel smaak aan, hoor. Ik denk als het 10 graden warmer is. Ja. Oké, nou, stop hem terug dan. Dat is zonde. Eet je hem morgen overdag. Nee, ik vind hem wel lekker. Ik zeg niet dat ik hem niet lekker vind. Hij smaakt gewoon heel gezond. Dat is hij ook. Ja, nou daarom. Voor een gezond ijsje is hij heerlijk. Nou, ik ga morgen wel even aan iemand anders nog laten proeven. Lekker. Nee, jullie horen morgen nog van iemand anders hoe lekker dit is. Maar nou laten proeven tot je een keer hebt die hem lekker vindt en dan laat je dat staan. Nee, dit plaats ik ook, maar van Bart moet je het gewoon maar niet aannemen. Gewoon met een korreltje zout nemen. Nee, ook niet met zout. Dat is ook ongezond. Het is wel meer smaak aan. Kaal van je gat. Het is dat je mij hebt, dat ik wel weet dat je wel smaak hebt. Maar anders... Het is zo'n dingetje tussen je tanden. Nou, we gaan gedag zeggen, maar meteen. Want we gaan nog even één serietje kijken. Gaan we nu mijn serie kijken? Oh ja, dat is handig. Steeds om en om. Dan zitten we lekker in het verhaal. Oké, nou we gaan wel weer Bart's serie kijken. Bloodline. Ja, maar ja, ik vind Bloodline wel spannend. Even afkijken. Mm-hmm. Dus ik vind hem wel spannend. Mm-hmm. Ja. En je blijft zo waar wakker. Ja, dat ook. Nee, maar ik wil wel verder met Girl Boss. Hierna weer. Ja, echt tijd. Nou, bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Oh, ik kijk de hele tijd in het schermpje. Nee, ik zie de hele tijd kijk hier, kijken. In de lens. Ik moet daar kijken, ja. Tot morgen. En vergeet niet te abonneren. En als je dat nog niet bent. En als je dat wel bent. Dan maar gewoon een duimpje. Heel het gisteren. Doei. Oh nee, we gaan misschien helemaal niet slapen. Dus gewoon doei.